ouders, en die waren zo geformuleerd dat deze jongen helemaal niet hoefde te werken en zich volledig kon wijden aan zijn liefhebberij, verzamelen. En dat deed hij door Europa door te reizen. En hij bezocht bibliotheken, hij bezocht andere collectioneurs. En zo begon hij dus aan een uitgebreide boekenverzameling, maar hij verzamelde ook andere spullen, antiquiteiten uit de oudheid. Hij erfde het huis van zijn ouders aan de Prinsessengracht en daar kon hij mooi zijn hele verzameling in onderbrengen. Ik heb al verteld dat hij zijn eigen koets rondreed. Hij ging ook wel eens met de trein overigens op reis. En hij was altijd vergezeld van één of twee bedieners.